Ja, inderdaad hebben wij melding gehad. Eigenlijk hebben we de melding gehad via diverse invalshoeken die ons voorzien van informatie. Maar wij hebben dus contact met onder andere CEDIMA, dat is de Caribische Disaster and Emergency Management Agency. We hebben ook contact met CIMH, dat is de Caribische Meteorologische Dienst. En natuurlijk hebben we ook contact met onze eigen meteorologische dienst, dat is de Meteodienst van Suriname. Nou, van al deze bronnen hebben wij dus inderdaad begrepen dat de mogelijkheid niet moet worden uitgesloten dat er een, laten we zeggen, een storm op komst zou zijn richting Suriname. En het had dus toen nog, en misschien is het goed als ik even uitleg dat soms, wanneer we kijken naar stormen, et cetera, dan komen ze voor in bepaalde gradaties. Ja? Als ze een bepaalde snelheid hebben bereikt, dan praten wij over bijvoorbeeld een depressie, een tropical depression. En op dat moment was de, toen wij het bericht kregen, was de storing in de atmosfeer nog geen, was nog niet uitgegroeid tot een depressie. Maar het had alles wel om dus uit te groeien. Ongeveer een 40% kans dat het zou uitgroeien tot een depressie. En toen begonnen wij dan te volgen. En ook omdat het Caribisch gebied, we leven in de wat we noemen de hurricane season vanaf 1 juni. En dat gaat door tot 31 november. Houden wij natuurlijk rekening met dat dit soort zaken kunnen gebeuren. Vaak genoeg is het zo dat in Suriname niet zozeer getroffen wordt door hurricanes of door erge stormen. Maar soms hebben we wel de slierten, dat wil zeggen dus de draaiingen van zo'n storm of van zo'n hurricane, die we hebben wel momenten gehad waarop dit Suriname heeft geraakt. En dan praten wij over soms rukwinden die hebben plaatsgevonden en waar wij dus soms ernstige schade hebben gehad aan huizen, soms bomen die omvallen. Soms hebben we billboards gezien die om zijn gevallen, masten zijn omgevallen, et cetera. Dus dat hebben we wel meegemaakt. En in dit geval is het dus goed om aan te geven dat wij inderdaad rekening hebben gehouden met de mogelijkheden en de voorspellingen, omdat wij niet zo ver uit de geprojecteerde baan van een mogelijke tropical storm of tropical cyclone zouden zitten. En vandaar dat wij dus inderdaad ook wel bezig zijn te volgen en te kijken wat, zodat wij op tijd meldingen kunnen doen daarvan, samen met de andere diensten. De voorspelling is dat het eigenlijk vanaf de 26, 27 zou hij dus zich verplaatsen. En nu houden we rekening met 27 tot in de ochtend van 28. Dus eigenlijk, dat was dus de verplaatsing van die, eigenlijk die storing in de atmosfeer. En wat we dus nu ook hebben gezien is dat we leven nu de 28e en we houden rekening met dat hij zich reeds verder naar het westen toe verplaatst. En kijken we dus uit dat hij eventueel in de ochtenduren de outskirts misschien Suriname zullen bereiken. Dus dat is wat we op dit moment denken. Maar kijk, weer is een vervelend fenomeen. Het is een fenomeen dat je niet van tevoren kan voorspellen. En vaak genoeg hebben op dit soort weersfenomenen, als tropical depressions, et cetera, speelde de wind speelt een belangrijke rol hierin. En soms zijn ze snel, soms zijn ze traag, soms stoot de wind ze juist naar het noorden, maar soms stoot de wind ze ook juist naar het zuiden. Dus dit alles is niet altijd even makkelijk te voorspellen. Maar in de afgelopen periode hebben we gezien dat dus vooral de grote meteorologische diensten wel, zoals de NOAA, dat is de Amerikaanse dienst, die geeft dus bijna haarscherp aan hoe de hurricane zich zal verplaatsen of hoe de tropical depression zich zal verplaatsen. En in dit geval is het dus, daarom volgen wij dus nu wat deze grote diensten zeggen, om in elk geval rekening te houden met als het Suriname mocht raken, wanneer het mogelijkerwijs Suriname zal raken. Kolonel, welke gebieden zullen het meest getroffen worden?
Nou, we verwachten, als wij getroffen worden, zal het zeker in het kustgebied zijn. Dus waar precies van het kustgebied weten we niet. Het kan Paramaribo zijn, maar we hebben een hele vrije lange kust. En anywhere in de kust zou het mogelijk zijn dat dus de outskirts zouden kunnen komen. Wat we niet willen doen is paniek zaaien. Toch dat je een heleboel dingen roept en uiteindelijk wordt het niet waar. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk de mensen wel waarschuwen. En alert maken is misschien een beter woord dan waarschuwen. Dat ze rekening ermee moeten houden dat zo'n mogelijkheid er is. En wanneer we kijken ernaar, dan zou je kunnen zeggen van luister, wanneer we de mensen hebben gealerteerd, dan zouden de mensen kunnen kijken naar wat moet ik doen om mezelf een beetje te beschermen, voor zover het zou mogen gebeuren. Ik weet dat de meteodienst bijvoorbeeld reeds enkele tips heeft gegeven, om te kijken naar de daken, zijn je daken goed gespijkerd, etc. Datzelfde zeggen wij ook van NCCR. Wij zeggen, als je ruiten, dus shutters, etc. hebt, zorg ervoor dat je ze een beetje beveiligt. Als je bomen op je erf hebt, zorg ervoor dat die bomen, de takken een beetje gesnoeid zijn. Als het dorre takken zijn, kap ze weg. Weet je, dus dat soort zaken. Je moet rekening houden met dieren. Als je huisdieren hebt, dat je ze niet aan de ketting laat als het om honden gaat bijvoorbeeld. Maar dat je ze loslaat, zodat ze, weet je, ook een beetje een stukje veiligheid kunnen zoeken. Vooral als je ze bijvoorbeeld niet in huis hebt genomen. Ik zou de mensen zeker adviseren, mocht het zo zijn dat we hevige rukwinden of zo zullen krijgen, dat ze zich liever niet buiten moeten begeven, maar binnen. Toch? We moeten rekening houden met bijvoorbeeld infrastructuur die geraakt kan worden. Bijvoorbeeld de elektriciteitsinfrastructuur. Elektriciteitsmasten zouden kunnen vallen. Dat brengt weer een ander gevaar met zich mee. Infrastructuur voor betreft water. Hou er rekening mee dat je wat extra water in je huis hebt. Want als het zo mocht zijn dat je dat water even uitvalt, dat je dan de gelegenheid hebt om even nog rond te komen met je reservewater. Kijk, dat zijn van die tips. Zorg ervoor dat je altijd een radiootje bij je hebt. Een pocketradio die op batterijen werkt. Waardoor je nieuws kan blijven volgen. Dus niet alleen dat het op elektriciteit is, maar dat je nieuws kan volgen. Dit zijn een paar van de tips die ik kan geven. We hopen dat er niets zal gebeuren. Of als er gebeurt, dat het niet zo erg zal zijn als wat we reeds kennen in Suriname. Want we hebben onze porties ook al gehad. Maar ik denk wel dat we zeker rekening moeten houden. Mensen moeten op alert zijn. Als het toch mocht komen, dat we een beetje voorbereid zijn erop. We hebben op dit moment hebben we ook de overige ramp, de ramp in het binnenland van Suriname. Maar tegelijkertijd ook plekken aan de kustvlakte, in de kustvlakte. Dus dat hebben wij en daarmee zijn we op dit moment bezig. Daar zijn we inderdaad ook wel zichtbaar. Mocht dit erbij komen, dan gaan we natuurlijk, net zoals in vorige keren, zullen wij altijd ondersteuning verlenen waar nodig. En dan zullen we in elk geval de mensen proberen een helpende hand te bieden waar de noodzaak het grootste is en waar de noodzaak het hoogste is. We hebben als NCCR ook geïdentificeerd enkele shelters. Dus dat we zeggen, als mensen echt zodanig getroffen zijn dat ze niet meer in hun huis kunnen blijven, dat wij dan de mensen zullen onderbrengen. We hebben twee shelters geïdentificeerd in Paramaribo. En de shelters, dat zijn dus onder andere de grote sporthallen die we hebben in Paramaribo en omstreken. En uiteraard hebben wij ook het ziekenhuis Wanica geïdentificeerd, waar wij dus een grote shelter hebben die we eerst gebruikten voor COVID, maar eventueel nu ook wel zouden kunnen inzetten om mogelijkerwijs mensen op te vangen die dus niet voor een bepaalde tijd niet meer in hun huis kunnen blijven. En in de diverse districten zijn we dan met de districtscommissarissen in contact, zodat zij dus ook plaatsen identificeren waar mogelijkerwijs als er iets mag zijn, dat de mensen daar kunnen worden ondergebracht. Dus dat is een ongoing proces. En laten we hopen dat het niet zo ver komt. Maar ik wil wel de mensen zeggen van luister, drink deze wachtisiki. Zorg ervoor dat je een beetje voorbereid bent. Mocht het zijn dat er toch wel iets gebeurt, dat we in elk geval het leed half niet zoveel zal zijn als je niet voorbereid zou zijn. Ja, goeiedag ook van mijn kant uit.
Het is, ik heb ook gelezen dat er een bericht is verspreid. Maar u moet in deze wel rekening houden, wat ik gelijk moet zeggen, dat het de bronvermelding niet de meteorologische dienst is. Er zijn uitspraken gedaan die niet natuurlijk voor de mensen een beetje paniek gaat veroorzaken. Maar ik ga u meegeven dat we helemaal niet paniekerig hoeven te zijn. We monitoren dat systeem en alle systemen die boven ons gebied of langs ons gebied langsgaan, passeren vanuit het west, vanuit het oosten naar het westen toe, monitoren we en we waarschuwen de bevolking op tijd. Let wel, de bronvermelding zal de meteorologische dienst zijn. We hebben een aantal telefoons gehad. Mensen zijn werkelijk in paniek geraakt, maar we stellen hun gerust met het bericht van het gaat niet zo zijn hoe er gezegd werd. Of dat bericht via dat andere medium is verspreid. Nee, de meteodienst zegt dat niet. Wij moeten rustig, kalm blijven. En wat we zien over het weer, we gaan wel buien krijgen. Licht tot matig, wat we tot nu toe zien. Het gaat wel veel bewolkt zijn. Dus niet paniekerig worden, houd u kalm. Het gaat niet zoveel regenen. De verwachting is dat, en wat we ook zien, dat de meeste activiteiten richting Guyana, Venezuela en boven de oceaan plaatsvinden, gelukkig ook. Suriname heeft gisteravond, delen van Suriname, heeft wel wat buien gehad, maar meer ten het oostelijk deel. En het lijkt op een spiraalband naar zo'n storing toe. Die heeft gezorgd dat we veel bewolking hebben, met gisteravond veel neerslag. Ik geef een voorbeeld. Jumu, dat is ook een gebied waar we rekening mee moeten houden, het Stuwmeergebied. Die heeft 65 mm neerslag gehad. Dat is wel veel voor zo'n moment en in het bijzonder voor het Stuwmeer. Maar voor de rest zien we dat het afzwakt en het systeem gaat verder naar het westen toe. Het is nog een cycloon, tropical cycloon wordt het genoemd, is nog geen storm. Als het verder ontwikkelt, forecast men dat het vanavond tot morgen wel tot een storm wordt, maar dan is dat het gebied van ons bevrijd. Gebieden, delen van het bovenwindse, die benedenwindse eilanden, die gaan effect hebben ervan. Dus we gaan niet zoveel neerslag krijgen. Als je boven zee bent, rond ten noorden van Suriname, daar zien we dat er wel wat activiteiten zware buien, eventueel winden, hoge golven zijn. Maar over land, niet dat scholen moeten sluiten en je planning moet je cancelen. Nee, zulke waarschuwingen geven we pas als het werkelijk zo moet zijn. En niet zomaar de deur uit laten gaan om mensen paniek te laten of paniek te creëren voor mensen. Vissers die moeten wel, die geven we ook berichten via het MAS. En daar hebben we ook golven van 12 voet. Dat is bij 4 meter hoog. En bij 4 meter hoog, dat is hoog. Dus zij moeten wel rekening mee houden. Zij, aan hun is het wel dat ze alle voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Bij deze wil ik ook meegeven dat storingen, vooral tegen deze tijd van het jaar, we op regelmatige basis gaan krijgen. Storingen die ontstaan ten westen van Zuid-Afrika. Op dit moment is er ook eentje, er zijn twee, tussen Suriname en Afrika. Twee tot drie zelfs. En die dicht bij Afrika is, die is wel een beetje groot. En wij monitoren het. Het moment dat we wat zien dat het ons land beïnvloed zal worden, gaan we dat op tijd doorgeven aan de Surinamers of de bevolking. Dat is mijn kant. Dus ook nog, als we te maken hebben met storingen, hebben we vaak gezien dat we hevige winden krijgen, zware buien en onweer. En dat is het gevaarlijke. En mocht dat plaatsvinden, wordt de bevolking op tijd van ons, van de meteorologische dienst.